Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Broeders en zusters. Jij hoort bij de umma van Mohammed ibn Abdullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah heeft jou gekozen om bij deze gezegende groep mensen te horen. En jij kan behoren tot de mensen die het beste zijn voor alle mensen, zoals Allah zegt in de Koran. Er zijn wel een aantal voorwaarden. En die voorwaarden zijn makkelijk te doen. Voor jou en voor mij. Alleen je moet wel eerlijk met jezelf zijn. En we moeten ook kijken op welke manier wij kunnen blijven groeien als umma. Nou zegt Allah subhanahu wa ta'ala dat zolang wij het goede aanmoedigen en het slechte verbieden, wij horen bij deze gezegende groep. En het goede aanmoedigen is natuurlijk het aanmoedigen wat Allah subhanahu wa ta'ala halal heeft gemaakt en wat hij verplicht heeft gemaakt. En het slechte verwerpen is hetgeen wat Allah haram heeft gemaakt te vermijden en de dingen die Allah heeft gezegd niet doen, ook daadwerkelijk afstand van te nemen. Zoals niet spelen met je religie. Zoals goed zijn naar je buren, goed zijn naar je ouders. Zo zijn er vele dingen die jij en ik kunnen doen. Dat is da'wah. Da'wah voor ammatun nas. Voor de gemiddelde mens die vrij weinig weet van islam. Buiten de leugens die ze vinden online. Of een verstoord beeld omdat ze iemand kennen die moslim is. Die nou eenmaal iets slechts heeft gedaan. Er zijn vele prikkels voor deze mensen. En als we kijken naar de NBA. Dan zien we vooral dat Noor alayhi salam een hele unieke stijl had in zijn da'wah. Wat hij deed voor 950 jaar. Was dat hij naar mensen toe ging in groepjes. Hij ging naar ze toe wanneer ze alleen waren. In de avond en overdag. En hij was er zo sterk in dat Allah subhanahu wa ta'ala op een gegeven moment tegen hem moest zeggen. Ja Noor, het houdt op bij deze mensen. Zij zullen verder niet geloven. Maar jij en ik hebben een direct commando in de Koran. Een direct commando van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat wij moeten roepen naar de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Met wijsheid, mooi gepreek en goede sterke argumenten. Niet bang zijn om de discussie uit de weg te gaan. Nu, een van de makkelijkste vormen van da'wa die we dagelijks negeren. En op deze gaan we inzoomen vandaag. Dat is jouw ibadah, jouw aanbidding naar Allah. Zowel het vasten als het geven van zakat of al ramadan, het gaan naar hajj of umrah. Al deze zaken zijn dingen die horen in de DNA van de moslim, in de DNA van de mu'min, de ware gelovigen. Nu heb je sommige mensen voor ons die durven niet eens de vraag op werk, hey, kan ik eventjes bidden? Of als ze in hun pauze ergens zitten waar vele andere collega's zijn, gaan ze niet even aan de zijkant of even naar buiten of even in een hoekje ergens een salat doen, omdat ze bang zijn dat ze vragen krijgen. Sterker nog, Ramadan is er nu, we zitten nu in Ramadan en velen van ons krijgen de vraag, waarom doen jullie jezelf dit aan? Want even, niet eten, niet drinken is een mushkila, is een probleem. Je bent moe, je hebt minder energie, je merkt gewoon dat je niet alles fysiek eruit kan halen. Het is een mushkila, het is een test. In plaats van dat je zegt, ik ben gevraagd door de koning der koningen, de allerhoogste, degene, Fatir al-Samawati wal-Arde, hij die de aarde en de hemel, de schepping daarvan, heeft in stand gezet om dit te doen als een aanbidding van hem, zodat ik godsvrees kan ontwikkelen. La'allakum tattaqoon, zodat jullie bewustwording van Allah subhanahu wa ta'ala creëren in je harten, maken we er een sociaal mooi praatje van ja, zodat arme mensen weten hoe ze zich voelen. Jij weet niet hoe arme mensen zich voelen. En je zult ook niet op die manier met ze mee kunnen leven tot je in zo'n situatie zit. Dus heb respect voor je religie en tegelijkertijd draag het uit met quwwa, met kracht. Bid wanneer je moet bidden, waar dan ook, met respect voor de mensen om je heen. Ga niet bidden op een plek waar je mensen in de weg zit. Maar ren ook niet weg van de verplichtingen die je hebt. Als mensen je vragen over de salah, als mensen je vragen over vasten, als mensen je vragen over zakah en hajj, zeg dat met trots, want je gelooft toch in Allah. Dan wees niet bang en verlegen. En wees net zoals Noor 950 jaar lang opgeheven hoofd. Of mensen naar luisteren of niet. Dit is de waarheid en dit is waar je op bent. Mocht Allah van jou en van mij en van ons allen accepteren, van de mensen maken die begrip hebben en van de mensen die met respect, maar toch zonder angst de waarheid verkondigen. Astaghfirullah, welkom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.